Wij zijn hier vanwege het feit dat wij in het voorjaar van 2019 informatie hebben gekregen dat er een familie zich bezig zou houden met de handel in verdovende middelen, in softdrugs. En dat deze lounge gebruikt zou worden om criminele gelden wit te wassen. De vier hoofdverdachten zijn familie van elkaar. Eén van hen is de eigenaar van het aan de Van Nesstraat gelegen Meet & Greet dat ze gebruikten als ontmoetingsplek. Gistermiddag hebben wij een eerste aanhouding verricht op de A16 nabij de Belgische grens. In een bus van een van onze verdachten. Daar is een verborgen ruimte in aangetroffen in die bus. En uiteindelijk zijn daar ook verdovende middelen aangetroffen in de vorm van softdrugs. En tijdens de zoekingen, we zijn in totaal in 9 panden, inclusief deze lounge, zijn wij naar binnen gegaan voor een doorzoeking. En uiteindelijk hebben we verdovende middelen in ieder geval aangetroffen. De politie doorzoekt dinsdagochtend in alle vroegte ook de woningen van de verdachten en een garagebox waarin de drugs waren opgeslagen en waar ze vanuit werden verdeeld en verhandeld. Ondermijning is voor heel veel mensen niet zichtbaar, maar heeft wel heel veel impact op de samenleving. Het heeft te maken met witwasconstructies, het heeft te maken met het wegsluizen van door criminele activiteiten verkregen geld. En ook dat bepaalde groeperingen een bepaalde machtspositie krijgen, een soort onaantastbaarheid creëren. En dat willen we op allerlei manieren proberen uit te bannen, in ieder geval tegen te gaan. En ruiken naar hennep. En zeik. Er komen hier heel veel jongeren in de Shisha Lounge. En we willen ook proberen om het imago van zo'n groep criminelen, proberen dat imago omlaag te brengen en het rolmodel wat ze zijn voor heel veel jongeren een beetje onderuit te halen en aan te tonen dat criminaliteit niet loont. En dat je vooral op een andere manier aan je geld moet komen, op een legale manier. Het onderzoek dat zet zich voort en als mogelijk dat er nog meer aanhoudingen of inbeslagnamen gaan plaatsvinden. En de tijd zal het leren.